De Nederlandse handposters hebben in hun tweede kwalificatieduel voor het EK van 2018 een monsterzege geboekt. De ploeg van Ponscoach Helle Thompson was zondag in Pristina met maar liefst 12-40 ten sterk voor Kosovo. Estavana Polman maakte haar eerste treffer sinds haar entree bij Oranje, nadat ze eind juni beviel van een dochter. De Arnhemse stond maanden aan de kant door haar zwangerschap. Afgelopen woensdag deed Polman ook al mee in het eerste kwalificatieduel met Wit-Rusland. Maar toen kwam ze niet tot scoren. Ook die wedstrijd zette Nederland afgelopen woensdag om in winst: 33-21. Door de twee overwinningen gaat de formatie van Thompson met vier punten uit. Twee wedstrijden aan de leiding in de groep. Tongerije, de derde tegenstander in de poelen, staat eveneens op vier punten. Maar heeft een minder doelsaldo. Op 21 maart gaat Oranje op bezoek bij Hongarije. De beste twee landen in de poelen plaatsen zich voor het eindtoernooi in Frankrijk. Bij het ek van vorig jaar greep Nederland in Zweden net naast de Europese titel. In de finale werd met 29-30 verloren van Noorwegen.